De Vereniging van Medici in Suriname, VMS, is nog steeds niet volledig uitbetaald door het staatsziekenfonds SZF. Dit is de reden waarom de vereniging vanmorgen een persconferentie heeft gehouden. Volgens Pieter Voogd, voorzitter van de VMS, gaat het niet om het geld, maar de afspraken die het SZF niet nakomt om op tijd de gelden te storten. Volgens Voogd is hun actiemodel simpel. Iedereen wordt geholpen, maar de meest acute gevallen hebben voorkeur. Doordat de medici niet gestopt zijn met werken, betreurt Voogd de reactie van de minister, waarin hij aangeeft dat de specialisten de gezondheidszorg gijzelen. Ik kan me voorstellen dat hij teleurgesteld is en zich zorgen maakt. Maar ik denk niet dat door wild om je heen te slaan en mensen te beschuldigen van criminele daden, ik denk niet dat dat ons dichter bij elkaar brengt. Ik ben wel van mening, en dat heb ik ook al gezegd, we zullen ons niet verlagen tot dat soort, tot dat niveau. Wij denken, en we zijn nog steeds van mening dat er gesproken moet worden, dus wij wachten het af. Ja, wij denken niet dat we onze eed schenden, wij zullen nog steeds iedereen helpen die acute medische hulp nodig heeft. Wij vinden ook, en het is ook een medisch besluit, dat als wij vinden dat een liesbreuk niet vandaag of niet morgen geopereerd hoeft te worden, dat we dat niet gaan doen. We komen ons eed niet na als we iemand niet behandelen die wel behandeld moet worden. En dat gaan we gewoon doen, want iedereen die behandeld moet worden, wordt behandeld. Uldemar Fakkel, ondervoorzitter sectie specialisten, zei dat de bedragen die reeds zijn ontvangen niet gespecificeerd zijn. Hij zegt voort dat het voor de vereniging niet duidelijk is wat er onder de categorie diversen verstaan moet worden. De ondervoorzitter sectie specialisten wijst er verder op dat het SZF ook niet heeft aangegeven voor wie een bepaald bedrag is overgemaakt. Fakkel benadrukt dat niet alleen het SZF zich hieraan schuldig maakt. Ook de andere maatschappijen, en dan min of meer, dus de ene ietsje meer dan de andere, hebben de neiging om wel eens te werken met diversen als je kijkt naar je rekening. Je ziet diversen met de naam van een verzekeraar en dan zie je dus inderdaad ook een bedrag. Het is niet goed te controleren, maar er is wel beter overleg mogelijk, alleen soms wel een beetje dwingend. Laat inderdaad de specificatie wat beter zien. Gelukkig zijn we ook in een ander trek beland van digitaal declareren, zodat dingen beter kunnen worden gematcht. Maar we zijn jammer genoeg nog niet zo ver. Maar het gebeurt inderdaad ook bij de anderen. Maar nogmaals, het is dom van ons. Maar het zijn eenvoudige dokters die niet zoveel weten van geld. En we zien het eigenlijk wel. Maar dat geldt voor iedereen. En op het moment dat je merkt van hey, datgene wat ik had verwacht, kan ik niet meer doen aan basisdingen. Dan ga je inderdaad kijken, waar is het geld, wat is er gebeurd? Het geldt voor ons allemaal. We zijn niet anders dan de rest van de bevolking. We zijn ook normale mensen. Uldemar Fakkel, ondervoorzitter van de sectie specialisten van de Vereniging van Medici in Suriname. Wij spraken hem na de persconferentie die de VMS heeft gehouden inzake het geschil met het SZF. De persconferentie is gehouden in het gebouw van de VMS.